Kijkers, goeiedag en welkom bij een andere aflevering van ATV COVID-19 Update. U weet het intussen al, in dit programma verschaffen wij u informatie, we geven u adviezen, maar bovenal de updates van de COVID-19 pandemie, die niet alleen Suriname, maar de hele wereld in haar greep heeft. Dus u bent intussen bekend met de maatregelen, hè? Handen reinigen, handen wassen, niezen in uw elleboog, afstand houden, dat doen we ook hier in de studio van ATV, 1,5 tot 2 meter afstand. Maar als we kijken naar de recente statistieken op de website van COVID-19, dan lezen wij dat 10 personen nog steeds positief getest zijn. Dus het blijft op 10 personen, ondanks 6 al genezen zijn en 3 nog in behandeling zijn. Het feit dat 10 mensen hier getest zijn, daardoor blijft dus daar de statistieken blijven dan op 10 positief geteste personen. 1 persoon is helaas overleden. En momenteel zijn er 280 personen in quarantaine, omdat we dus onlangs een repatriatievlucht hebben gehad. En daar zijn er 200 zoveel mensen gekomen. Dus nu zijn er 280 personen in overheidsquarantaine. Thuisquarantaine is intussen afgeschaft. Onze gast vandaag is de ondernemer en onderdirecteur strategie en beleid van de SWM, de heer Alwin Linger. Meneer Linger, welkom. Ja, dank u. Ook een goede dag. Met u gaan we vandaag praten over hoe de SWM omgaat met deze COVID-19 pandemie. Want we merken het, verschillende bedrijven hebben aanpassingen gepleegd. En sommigen klagen van, nou, zaken gaan niet goed, want we zijn gesloten. Maar altijd beginnen we bij u persoonlijk. Hoe gaat u met deze situatie om? Het is een unieke situatie, waar ik als persoon natuurlijk ook mee moet omgaan. Ook in de huisomstandigheden. De hygiënemaatregelen gelden voor mij aan het werk, maar zeker ook thuis. Als je thuis komt, dan onder de douche. Handen wassen, vaker dan je gewend bent. Ja. Ook met de hand sanitizer. Mm-hmm. Het vergt nogal wat discipline, maar inderdaad, het is een aparte ervaring, laat me het zo noemen. Absoluut, absoluut. Ja. Zijn er kinderen thuis? Ja, echtgenoot en kind. Hoe doen ze? Oh, 1 kind. Eén kind, 1 echtgenoot. Klein, groot. Klein. 11 jaar. 1 echtgenoot. Ja. Dat is een goede. Ja. We verwachten niet dat je 2 echtgenoten Nee, zeker niet. Ziet. Maar klein of groot? 11 jaar. 11 jaar, ja. Dus die moet onderwijs volgen thuis? Die moet thuis onderwijs volgen, ja. En ook dat is een ervaring, want dat is best moeilijk om de kinderen dan gedisciplineerd en ook aandachtig te houden. Precies. Als het gaat om thuisonderwijs. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Oké, maar de SWM zelf, hoe gaat het bedrijf om met die maatregelen? Ja. We hebben ons moeten aanpassen en die aanpassing is al vrij snel begonnen. Mm-hmm. Het begon al toen inderdaad, het luchtruim werd gesloten, de scholen werden gesloten. En dat betekent dat wij zowel intern dus naar het personeel toe, als naar de klanten toe, de cliënten toe maatregelen hebben getroffen. Intern betekent dat we aangepaste werkroosters hebben. Niet iedereen is aan het werk. De niet-essentiële diensten hebben we qua aantallen wat mensen betreft enigszins teruggebracht. Mm-hmm. Ook hygiënische maatregelen getroffen. De mensen die krijgen allemaal, als het geen hand sanitizer is, dan alcohol dat er dan wordt gebruikt. Ja. En ook de ruimtes zodanig indelen dat men de vereiste 1,5 tot 2 meter afstand ook kan houden. Dat is okay. Dus binnen de organisatie. Maar geven de mensen, de cliënten, geven ze gevolg daaraan? Ja, voor de cliënten is het aantal maatregelen misschien zelfs nog meer. Het betekent dat we zoveel mogelijk hebben gekozen om de fysieke locaties ook open te houden. Dus mm-hmm. de mensen kunnen op de fysieke locaties allemaal terecht. Het zij voor hun betalingsverplichtingen, het zij voor klantenservice diensten die moeten worden verleend. Yeah. Het gebeurt allemaal wel op een bepaalde manier dat de mensen reeds bij het binnenkomen, wat ik ook net zei, hand sanitizer. De mensen worden begeleid binnengebracht. Ja. Er zijn markeringen aangebracht waar de mensen moeten staan. We vragen de mensen uiteraard ook dat voor de diensten waarvoor men niet naar de locaties hoeft te komen, dat men dat zoveel mogelijk telefonisch doet. Okay. Noem maar iets, iemand kan bellen van hoe staat het met mijn aansluiting. In plaats van dat men aan bij de SWM moet komen. Dat zijn allemaal dingen die telefonisch kunnen. En ook betalingen via de website, hop, noem maar op. Dat zijn allemaal dus mogelijkheden. Online betalen, dat stimuleren we ook. En daar maken de mensen ook flink gebruik van. Ja. Maar wat zijn dan de uitdagingen waarmee het bedrijf te kampen heeft? De uitdagingen zijn dat, om een voorbeeld te noemen, de partiële lockdown. SWM is een 1x24 uurs bedrijf, dus we hebben wat we noemen verschillende shifts. Dus we hebben ook afspraken moeten maken, zijn ook correct gemaakt, bijvoorbeeld met het korps politie Suriname. Ja. Hoe de mensen dan, onze mensen in ieder geval, tussen 8 uur 's avonds en 6 uur,
van en naar het werk kunnen gaan. Okay. Dus we hebben de mensen ook inderdaad daarop gewezen van let op. Het betekent dat u dan de kortste route naar huis en van huis kiest. Okay. Ze hebben geen pasjes? We hebben pasjes, dus de afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld dat de SWM met haar dienstvoertuigen waar allemaal logo's op staan. Dat de mensen op die manier naar het werk komen. En als ze gestopt mogen worden, dat ze dan een badge kunnen tonen waarop ook de foto en de functie van de persoon is vermeld. Ja, want soms kunnen mensen misschien een beetje misbruik maken van de situatie. Dat, tot nu toe hebben we dat niet gemerkt. Okay. Ja. Maar aan de andere kant, waar ga je? Overal is dicht. Toch? Overal is dicht, dus je kan alleen van en naar het werk. Precies. Ja. Nou, een van de COVID-maatregelen is ook dat mensen zoveel als mogelijk thuis moeten blijven. Ja. Hè? En dat zorgt ervoor dat er waarschijnlijk meer water gebruikt zal worden thuis. Heeft de SWM dat gemerkt in deze afgelopen periode? We hebben dat in het begin echt wel gemerkt. Want toen we de maatregel kregen die een beetje abrupt was dat de scholen werden gesloten. Mm-hmm. Hebben we gezien van dat er inderdaad tijdelijk meer water werd verbruikt. Omdat de kinderen die spelen vaak met water. Handen werden vaker gewassen. En wat we hebben gedaan is, wij noemen dat ons draaiprofiel. Okay. En dat is de wijze waarop we water leveren. Mm-hmm. Hebben we dan aangepast en, als ik het zo mag zeggen, een beetje aangepast alsof het een vakantieperiode is. Waardoor we dan inderdaad dan zien van dat bijvoorbeeld de pieken die worden op andere tijdstippen bereikt. En zo hebben we gezien dat na een paar dagen het verbruik weer een normaal patroon heeft gekregen. Oké, dus in de vakantie dan passen jullie aan? Ja, in de vakantie passen we ons draaiprofiel aan. Okay. Mensen staan wat later is een op. Draaiprofiel? Een draaiprofiel is, ja, zo noemen we dat, heeft te maken met de wijze waarop we water leveren, de drukken, de hoeveelheden. Okay. Mm-hmm. En je moet zich voorstellen, tijdens de schoolperiode gaan de kinderen eerder naar school. In de vakantie staan mensen staan later op. Mm-hmm. Dus het waterverbruik past zich dan gedurende de dag aan. Okay. Op wasmachineverbruik, noem maar op. Ja. Daar had ik niet bij stilgestaan. Ja, nee, dat klopt. In de vakantie staan mensen later op. Inderdaad, mensen staan lekker op. Uitslapen. Klopt. Nou, maar dan is het ook zo dat door deze maatregelen en de hele situatie mensen misschien een beetje achterraken met betalingen en dat soort dingen. Is de SWM strak of hebben jullie een coulant beleid? Ik zou niet zeggen dat we een coulant beleid hebben. Waarvoor we hebben gekozen is door de klanten erop te wijzen dat we de mogelijkheden open houden. Mm-hmm. Dus in feite de klanten in plaats van, laten we het zo noemen, straffend op te treden, zeggen we treden juist stimulerend op. Van. Oh. U kunt nog steeds bij onze locaties terecht. Mm-hmm. Ik dacht dat er wat klantenservice betreft maar één locatie is die we hebben gesloten. Dat is het Aquagebouw. Mm-hmm. Omdat we daar niet de mogelijkheid hadden om de afscherming zodanig te plegen dat er voldoende afstand was. Ja. Maar alle andere locaties, hoofdkantoor, Watermolenstraat, Latour, zijn allemaal open. De website, noem maar op. En we hebben ook dat we veel bekendmakingen nou in de krant plaatsen, op Facebook. Dus alle mogelijkheden, alle diensten die we verlenen, worden ook op Facebook geplaatst, op de website. Mm-hmm. Waardoor de mensen tegemoet komen en zeggen, u kunt terecht, u kunt bellen. En we merken dat dat ook wordt geapprecieerd door de mensen, dat we op die manier meer informatie verschaffen aan de mensen. Want ik weet, uw aquacentrum hier was tot 6 uur open. Dat is nu iets minder. We hebben nu, dacht ik, dat we tot 2:30, 3 uur open zijn. En dat heeft ook natuurlijk weer te maken met de partiële lockdown. Dat je dan 6 uur is vrij dicht tegen 8 uur. Ja. Dus dat hebben we enigszins teruggebracht wat betreft de sluitingstijd. Dus overal verkorte sluitingstijden? Overal zijn de kortingstijden wat betreft de sluiting zijn inderdaad ingekort. Mm-hmm. Ja. Maar ik merkte bijvoorbeeld bij het aquacentrum hier dat we er waren. Er was een lange rij, maar er was maar één kassa. Oh, dat zou op dat moment misschien kunnen, want dat is goed dat u me dat zegt, want dan zal ik het meteen oppakken dat men erop let dat er meerdere kassa's op ieder moment open zijn. Ja, want dan die rij wordt... De rij wordt dan te lang. Precies. Ja, klopt. Maar hoe blijft u gemotiveerd als SWM'er en als burger? Persoonlijk gemotiveerd, maar aan de andere kant, misschien moet ik niet prediken, maar het is een dankbaar beroep. Oké. Je werkt voor de mensen en... Je krijgt soms, laten we dat zeggen, koskossie. Mm-hmm. Maar het zijn die dagen die, waarop je ook gewoon een telefoontje krijgt van iemand die langskomt en zegt, hey, big up en jullie doen het goed. Yeah. En dat zijn de dagen waarop je inderdaad zegt van, hey, zo kan ik er weer tegenaan. Als je even een klant hebt die je dan, nu mag een schouderklopje even niet, maar wel even een thumbs up geeft. Ja. Ja. Maar, want ik zei eerder, is SWM streng of zo. Worden mensen afgesloten in deze periode? Als mensen hun betalingsverplichtingen niet nakomen, is natuurlijk wel het laatste redmiddel dat er afgesloten wordt. We gaan er spaarzaam mee om. Mm-hmm. Je wilt natuurlijk niet zonder meer afsluiten, maar de optie is inderdaad dat we als laatste optie de mensen kunnen afsluiten. Maar zijn er andere maatregelen? Bijvoorbeeld, ik weet als je met 2 rekeningen nog achter, dan word je afgesloten. Ja. Of
Of de mensen worden dan inderdaad opgeroepen om alsnog aan hun betalingsverplichtingen te doen. Mm-hmm. Je wil liever niet meteen afsluiten. Okay. Waardoor je inderdaad de mensen vraagt. En daarom doe ik ook dus een oproep, laat het niet zo ver komen mm-hmm. dat die wordt afgesloten. Nou. Ja. COVID-19 heeft ons met z'n allen verrast. Ja. En de maatregelen zijn aangepast. We zien dat de mensen wel begrip ervoor hebben. Maar toch, graag wil ik van u weten, heeft u een boodschap naar de samenleving toe met betrekking tot COVID-19? Ja, de eerste boodschap is natuurlijk wat we nu steeds meer binnen de SWM zeggen, stay safe, stay healthy. Ja. Maar wat betreft maatregelen, meer tips, en dat hebben we de laatste tijd ook wat meer op de tv laten zien. En dat zijn de bekende tips, u hebt het niet nodig om met de hoge drukspuit uw auto te wassen. Oh. Doe het met de emmer. U hebt het niet nodig dat ik als man moet scheren. Ik hoef niet de kraan te laten lopen als ik dan aan het scheren ben. Ik hoef de kraan slechts open te doen wanneer ik inderdaad het scheermesje eronder moet houden met scheerschuim. Okay. Dus op die manier kunnen de mensen ons helpen door inderdaad het waterverbruik te verminderen. Waardoor, als u het zo ziet, als ik minder verspil, dan heeft mijn buurman, heeft dan ook meer, mijn buurvrouw heeft ook meer water tot haar of zijn beschikking. Mm-hmm, want ik weet, één tip was, wanneer je inzeep, hoeft die douche niet. Bijvoorbeeld, want ik liet mijn douche lopen eruit. En doucheverbruik is best hoog. Het is een van oh. de componenten binnen het waterverbruik, die dan het meeste water, doucheverbruik, mm-hmm. het spoelen van het toilet. Tegenwoordig heb je van die spaarknoppen, waarbij dan, je dan bij een laten we het noemen, kleine beurt, juist, kun je dan zo'n spaarknop gebruiken. Dat vragen we de mensen ook. Ja, maar die volautomaten? Die volautomaat vooruit. Die nemen. Maar er zijn ook programma's bij de volautomaten die ingesteld kunnen worden op zuinig verbruik. Dus okay. als je zo'n programmaboekje leest, ik ben zelf ook wasmachineverbruiker. Mm-hmm. Tegenwoordig zijn niet alleen maar de vrouwen die kleren wassen, maar ook gelukkig, de mannen. Gelukkig, want dat moet niet zo zijn. Hè? Mannen moeten ook lekker wassen. Mannen moeten ook wassen, Dus dan lees ik ook het programmaboekje van hoe kan ik het zuinige programma instellen. Ja. Oké, nu de repatrianten komen binnen, dus de maatregelen worden waarschijnlijk nog verder verlengd. Ja. Maar hoe kijkt u naar de toekomst? De toekomst blijft uitdagend voor de SWM en dat heeft niet alleen met COVID te maken. COVID heeft het een en ander alleen maar verscherpt. Mm-hmm. Maar zoals u weet moeten we best veel investeringen plegen in de SWM of namens de SWM om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Mm-hmm. En die blijven, dus de komende tijd gaan we daar wat meer over nadenken van wat zijn allemaal de investeringen die gepleegd moeten worden, die voor een deel ook al nu in voorbereiding zijn. Oké, en dat geld is er? Dat is een uitdaging. Ah, okay. Ja, dat is een uitdaging. Een hele grote zelfs. Is een hele grote. Is een hele grote. Maar de mensen betalen het wel. Ja, maar de investeringen waar we over praten. Om een voorbeeld te noemen, we hebben in 2011 een masterplan uitgewerkt. En het masterplan besloeg een jaar of 13, 14. Mm-hmm. En dan zal ik even een bedrag noemen. Daar was in totaal tegen de $260 miljoen voor nodig. Oh, okay. Dus dan weet je over welke bedragen we praten. Dus Helemaal. Er is meer voor nodig dan wat de klanten alleen maar betalen. Ik begrijp uw uitdaging. Okay. Maar... ik ben bang. Blij dat u hier bent geweest om deze informatie met ons te delen. Ik heb al gezien ook dat SWM inderdaad maatregelen heeft getroffen. En ik ben blij dat de cliënten zich ook eraan houden. Ja. Want dat is belangrijk. Want inderdaad, soms kreeg je die koskossie. Maar, maar het gaat nu. We begrijpen elkaar meer. En daarvoor dus wil ik de mensen zeer complimenteren. Absoluut. Ja. Ja. Dank u. Bedankt voor uw komst en be safe. Ja, dank u. En hetzelfde. Dank u wel. Nou, kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Met onze gast, de heer Alwin Linger, onderdirecteur strategie en beleid en strategie van de SWM, hebben we gesproken over de maatregelen die de SWM treft. En u ziet het werk. Hij is blij, SWM krijgt complimenten en ook hij complimenteert de klanten van de SWM. En u weet het intussen. Blijf kalm, raak niet in paniek. Blijf thuis, want ik zie dat de laatste tijd er veel files op de weg zijn. Dat geeft aan dat de mensen niet echt thuis blijven. Tana Osso, het gaat voorbij. Het gaat niet zo lang meer duren, hopen we. Maar als u zich niet aan de regels houdt, dan bent u de schuld ervan dat het steeds verlengd wordt. Dus laten we met z'n allen ons houden aan die maatregelen. Thuis blijven, geen brasa's, geen bossies, niets in je elleboog. All be safe. Tot morgen met de andere aflevering. Редактор